De rechtszaak tegen de 71-jarige verdachte in de zaak Joska Goosens is opnieuw uitgesteld. De rechter heeft namelijk meer tijd nodig om de lopende onderzoeken af te ronden. Joska Goosens overleed op 22 november 2007 omdat zij werd geraakt door kogeltjes terwijl zij haar twee hondjes in de buurt van de Bavelse Berg uitliet. De verdachte heeft gezegd dat hij heeft geschoten, maar Joska nooit heeft gezien. De rechtszaak staat nu gepland op 6 november.